Woensdag 21 september 2016. We zijn te gast bij Dekker Sport. Bij het RVOZ Miljoenen ontbijt. Datgene wat er gebeurt in de economie, laat ik het zo maar even noemen. Het gebeurt in bedrijven. Waarbij ook de Ster van Zoetermeer 2016 wordt uitgereikt. Het ondernemen in ook wel moeilijke tijden. Alleen begonnen. Jawel. Ja, maar hoe lang is het voor jou? Staan waarin we moeten proberen, Ik denk dat het voor iedereen geldt, die genomen. Dat gezien werd, van de eigen. Overhandig jullie. Jullie hadden een nominatie gekregen. Daar stond hier nog het woord nominatie op. Inmiddels is dat de winnaar geworden. Terra Art Project is de winnaar van de ondernemersprijs Zoetermeer en de omsteken. De Ster van Zoetermeer 2016. Meer dan van harte gefeliciteerd. Dames en heren. Dit is hem. Hi Nathalie, goedemorgen en hartelijk gefeliciteerd. Jullie zijn de Ster van Zoetermeer voor 2016. Wil je vertellen wat Terra Arts precies is, wat het doet en hoeveel mensen er in positieve zin aan verbonden zijn? Terra Art Projects is een kunstorganisatie. Wij faciliteren de Zoetermeerse professionele kunstenaars. Daarnaast organiseren we kunstprojecten. Dat doen we afhankelijk van waar plek is. Vaak doen we dat ook in de openbare ruimte. Afgelopen drie zomers hebben we voor het eerst zondag in het park georganiseerd. En dat hebben we eigenlijk een beetje gedaan om mensen via de achterdeur toch in onze gallery binnen te krijgen. En om ze op een laagdrempelige manier in aanraking te brengen met kunst en cultuur. En dat is behoorlijk goed gelukt. En nu staan we hier opeens zelf op het podium, dus fantastisch. Ja, want dan vertaalt het zich toch dat mensen massaal op jullie gaan stemmen. Ja, dat mogen duidelijk zijn. Ja. Nou ja, jullie hebben waarschijnlijk heel veel mensen heel blij gemaakt de afgelopen drie jaren met dat zondag in het park. Ja, en eigenlijk alleen vanuit onze eigen verwondering handelend van waarom zitten we in Zoetermeer niet in die mooie parken? En waarom gaan we allemaal naar de parade in Den Haag of Rotterdam? Laten we dat hier eens proberen. Die mensen zijn er vast wel die dat ook leuk vinden. En nou, dat bleek zo te zijn. Ondertussen brengen er veel meer mensen een bezoek dus aan onze projecten. En is het draagvlak voor kunst en cultuur daarmee gestegen. Dus ja, wij willen eigenlijk niet meer. Nou, ontzettend leuk. Je vertelde ook dat jullie voor de komende maand ook veel leuks op de agenda hebben staan. Ja, oktober is bij Terra altijd kunstmaand. Dat hebben we wat anders verteld dit jaar. We gaan het Art Experience noemen. Een Engelse naam, een hippere naam, beleving. Hopelijk dat er ook wat meer jongeren op afkomen. We gaan de hele Dorpstraat omtoveren tot kunststraat. Exposities, muziekconcerten, open ateliers, een uitwisselingsproject met Afrikaanse kunstenaars. In onze gallery zijn sieraden geëxposeerd. Dus er is eigenlijk van alles te doen. En kijk op onze website voor het hele programma. Want je kunt elk weekend door de Dorpstraat slenteren en van alles zien en beleven. Ontzettend leuk. Nou, ik wens jullie nog hele mooie jaren toe. En dat je maar groots mag blijven denken. Dankjewel. Dankjewel.